Welkom bij Achter de Rooilijn, het programma over alles wat er gebeurt op en achter de oostwand van de Grote Markt. In deze aflevering nemen we een kijkje bij de werkzaamheden op het middenterrein. Ook waren we bij de Nacht van de Geschiedenis, afgelopen donderdag in Forum Image. En we praten met Mirjam Jager, mede-eigenaresse van Eetcafé Time Out, over wat de komst van het Groningen Forum voor hen betekent. Tussen het toekomstige Groningen Forum en de panden aan de Poelenstraat komt een nieuw straatje, de Nieuwe Markt Zuidzijde. Aan dit straatje staan straks verschillende horecagelegenheden, waaronder Eetcafé Time Out. Nu is het nog een achterkant die uitkijkt op het bouwterrein, straks is het een gewone ingang. Sta je vaak voor het raam hier naar buiten te kijken? Ja, bijna elke dag wel. Ja. Het is toch wel interessant wat er hier buiten gebeurt. En elke dag is weer een verrassing wat er dan weer staat. Voor Mirjam en mede-eigenaar broer Dick is de verandering van de zaak al jaren geleden begonnen. Rond 2008 begonnen we al een beetje met plannen te maken wat er zou moeten gaan gebeuren mocht het forum er komen. Omdat we een stuk pand hadden wat dan gesloopt zou gaan worden. En daar zat onze keuken in en al onze opslag. En dat moest ergens anders terugkomen. Dus dan begin je al met plannen te maken hoe je dat gaat oplossen. En dat is dus in 2007 eigenlijk al begonnen. De panden aan de Poelenstraat krijgen dus allemaal een nieuwe achterkant, dan wel voorkant, aan de Nieuwe Markt Zuidzijde. Die nieuwe gevels moeten voldoen aan het beeldkwaliteitsplan dat de gemeente heeft laten ontwerpen. De gemeente wilde graag dat het straatje wat hierachter zou komen een beetje Italiaanse uitstraling zou krijgen met gevarieerde geveltjes die een beetje naar voren komen, wat hoogteverschil, een beetje verschil in structuren, zodat het natuurlijk wel gevarieerde aanblik zou zijn vanuit het forum. Dus daar is natuurlijk wel overleg over geweest. Het scheelt echter wel dat we de eerste waren die met de achtergevel bezig gingen. En dan heb je natuurlijk veel meer keuze in wat er nog mogelijk is dan wanneer je de laatste bent die aan zijn achtergevel bezig gaat. Ik vind de achterzijde heel mooi geworden. Ja, het is pas sinds een week echt klaar. Ja, sinds vorige week. Dat had dan helaas te maken met wat problemen met de aannemer. Maar dat is gelukkig nu allemaal goed gekomen. Dus de achterkant is nu echt eindelijk helemaal klaar. Ja. En krijgen jullie dan ook een terras hiervoor? Een terras zal er niet komen, ben ik bang. Want het straatje zal bij ons op zijn smalste zijn. Dus zo'n 4 à 5 meter breed. Maar ik ga er wel voor pleiten om een rijtje terrasstoelen neer te mogen zetten. Gewoon één rijtje stoelen met af en toe een tafeltje ertussen en een plantenbak om te laten zien aan de mensen die hier achter op de Nieuwe Markt rondlopen dat hier horeca zit en dat we open zijn op dat moment. Dus gewoon voor de uitstraling en voor de gezelligheid ook van het straatje hierachter. Inmiddels hebben de gemeente en de forumorganisatie de ondernemers rond de toekomstige Nieuwe Markt uitgenodigd om een avondje na te denken over de invulling van dit nieuwe stadsgebied. Daar hebben we allemaal over mee mogen denken. We hebben daar allemaal wat kreten losgelaten. En ja goed, dan hoor je ook wat ideeën weer van andere mensen. Ah, dat maakt je op zich wel enthousiast. Wat voor ideeën zijn dat? Of er misschien evenementen mogelijk zouden zijn. Hoe de groenvoorziening misschien zou kunnen. Al dat soort dingen zijn aan bod gekomen. En het is niet zozeer dat er aan het einde van de avond werd gezegd, oké, dit gaan we doen.
Maar het was meer dat iedereen gewoon zijn idee kon loslaten. We hebben overal wat opgeschreven. En de een was heel erg sceptisch en de ander was heel erg positief en vol ideeën. En ja, wat ze daarmee verder gaan doen, dat weet ik niet. De verwachting van de Forumorganisatie en de gemeente is dat het Groningen Forum zo'n 1,4 miljoen bezoekers zal trekken. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dus ik verwacht dat gewoon heel veel traffic hierachter zal gaan plaatsvinden. En dat heeft dit gebied ook gewoon heel erg nodig. Want de Poelenstraat en met name de winkeliers in de Poelenstraat, die hebben het heel zwaar. En dat vloeit dan door naar de Nieuwe Weg en het Damse Diep ook wel. En dus het hele gebied aan de oostzijde van de Grote Markt, dat zit een beetje in een dip. En ik hoop gewoon dat door de komst van het Forum, dat er veel meer traffic dus komt en daarmee dat gewoon een enorme boost zal geven aan het hele gebied. Ik hoop wel dat er niet te veel horeca in het Forum zelf gaat komen. Want dat zal naar mijn idee ook wel grotendeels dan wellicht gesubsidieerde horeca kunnen zijn. Omdat het natuurlijk ook allemaal instellingen daar zijn. Terwijl wij gewoon voor elke cent heel hard moeten knokken en het gewoon echt zelf moeten verdienen. Dus dat zou natuurlijk niet zo goed zijn voor dit gebied. Maar ja, verder, doordat er gewoon dit gebied heeft zoveel meer een boost nodig. Er moet echt wat gebeuren hier. En ja, dan ben ik gewoon heel erg blij dat het dus eindelijk wat gebeurt. En nou, dat het Forum zal zijn. Ja. Op het middenterrein is men druk bezig een betonnen constructie te maken aan de rand van het terrein. Helemaal rondom. Deze wandjes moeten straks de enorme machine geleiden die een 23 meter diepe geul gaat graven. In deze geul komt de diepwand die de wand van de ondergrondse parkeergarage gaat vormen. Het is de bedoeling dat het graven van de diepwand volgende week begint. Zo'n geul van 23 meter diep blijft niet uit zichzelf openstaan. Die heeft versteviging nodig. Daarom wordt midden op het terrein deze silo geplaatst. Hierin wordt straks bentonietvloeistof aangemaakt. Naast de silo is inmiddels een enorm bouwwerk aan containers verrezen. In deze containers wordt de gemaakte bentonietvloeistof bewaard. Zodra men de geul voor de diepwand gaat graven, wordt die volgegoten met dit bentoniet. Zo wordt voorkomen dat de wanden instorten. Uiteindelijk zal de bentonietvloeistof worden vervangen door beton. Op het terrein staan aan de schoolstraatkant ook nog een paar betonnen funderingspalen. Ze staan precies in het traject van de diepwand en moeten er dus uit. Dat gaat deze en komende week gebeuren met waterdruk en luchtdruk. En dat kan enige herrie geven. Volgende week vrijdag kun je van onder een warm dekentje kijken naar de Deense actiefilm At World's End. En nee, dit is niet The Pirates of the Caribbean. Op het dak van het informatiecentrum op de Grote Markt staan om 8:00 s'avonds de stoelen klaar. Het is de bedoeling dat volgende zomer nog veel meer films gedraaid gaan worden. Wie dol is op geschiedenis en helemaal op de smeuïge verhalen van historische personen of gebeurtenissen, kon zijn hart ophalen tijdens de Nacht van de Geschiedenis afgelopen donderdag in Forum Image. Het leergierige publiek liep van zaal tot zaal tot in de diepe krochten van de oude camerabioscoop. In meer dan 20 lezingen kwamen de meest uiteenlopende onderwerpen voorbij. Ander voorbeeld, dit is ook een voorbeeld uit een verleden tijd, eigenlijk iets wat we bijna zijn vergeten. Maar het is toch nog heel... Zoals in de grote zaal historicus Rutger Bregman benadrukte, dat je als geschiedkundige ook moet kijken naar de tegenwoordige tijd. Om het verleden goed te kunnen duiden en helder te kunnen zien dat de geschiedenis zich vaak herhaalt. Hij trok de vergelijking tussen de angst van de protestantse koning Willem III voor een tsunami van katholieke kardinalen onder aanvoering van het kabinet van Thorbecke in 1853 en de huidige angst van bepaalde politici voor een intocht van de islam.
Nou, Rasputin die denkt, dit is het voor mij. Dit is het voor mij. Want, namelijk, wat wordt de centrale these in zijn leven? Hoe meer je zondigt, hoe meer vergeving je kan krijgen. In de bovenzaal kon men onder andere luisteren naar een hilarische lezing van Hans van Koningsbrugge. Van Koningsbrugge is bijzonder hoogleraar geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen en wist zeer smakelijk te vertellen over de escapades van de Russische monnik Rasputin. Er zeiden minder in, de winkels waren leeg. Gebrek en armoede heersten alom. In de kelder vonden korte lezingen plaats van een kwartier over opmerkelijke personen uit de geschiedenis. De invalshoek was daarbij telkens de vraag of deze helden uit de geschiedenis niet van hun voetstuk moeten worden gestoten. De sprekers vertelden over de minder heldhaftige acties en periodes in het leven van onder andere Lenin, Prins Bernhard en zelfs Kuifje. En zo komt Kuifje in Afrika terecht, dit kennen wij wel. Kuifje, Bobby, Boy, Coco, die helpt ermee. Dat is een negertje, zoals in de Kuifjeboeken altijd worden genoemd, de negertjes. Naast lezingen was er voor de kenners nog een geschiedenisquiz met vooral vragen over moord en doodslag. Nou, u hebt allemaal zo'n papiertje gekregen. Nou, de plaats waar Bonifatius werd vermoord. Maar wanneer vond deze moord plaats? Er zijn waarschijnlijk ook mensen die het vanavond al wel hebben gehoord, hebben gezien. Bonifatius, ja. Wanneer werd je vermoord? 754, dan gaan wij eentje naar links en dan is het in 814. Dan gaan we eentje naar rechts. En wie even niet meer wilde luisteren, kon in de foyer een historisch beroemd en vooral berucht drankje proeven dat van 1990 tot 2005 in Nederland zelfs verboden was wegens zijn vermeende hallucinerende werking. Absint. Ja, smaakt goed.